Hier gebeurt het, de vergaderingen van de gemeenteraad. Ik heb afgesproken met Willemien van de ChristenUnie. Die gaat mij vertellen hoe het nou precies in zijn werk gaat hier zo. Dus laten we gaan. We zijn hier in de raadzaal en in de volksmond wordt hier vaak gezegd dat mensen hier een beetje zitten te ouwehoeren, een beetje zitten met z'n allen te chillen hier zo. Wat doen jullie hier nou echt? Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Nou ja, leuk dat je die vraag stelt. Chillen is er helaas niet bij. Wel, we hebben een keer een pauze en na afloop gaan we gezellig even wat drinken met elkaar. Want in een vergadering kan het wel eens heel fel tegen elkaar gaan. Maar dan is het altijd op inhoud. Wordt er ook gevochten? Of? Nee. Verbaal wel eens, maar altijd wel op een goede manier. Heel veel voorstellen komen van de burgemeester en de wethouders af. En dan moet de gemeenteraad dan over stemmen. En als je bijvoorbeeld de zorg hebt, dan doet het college het voorstel om de zorg op een bepaalde manier vorm te geven. En dan vinden wij het als ChristenUnie heel belangrijk dat echt de inwoners centraal staat, dat er gekeken wordt naar de gezinnen. Dus soms doen wij dan een wijzigingsvoorstel. En het gaat er altijd om een meerderheid van de raad. En dan wordt er hier een besluit genomen. En dan kan het college met de ambtenaren aan de slag om dat uit te werken. Waarom is dat hele proces nou zo belangrijk? De democratie, dat er niet iemand is die alles zegt van zo moet het en zo gaat het, maar dat je dus de inspraak hebt, mensen kunnen meedenken. En dat is ook weer waar we het net over hadden, zo belangrijk dat mensen stemmen. Mensen hebben dus invloed op welke partijen stemrecht hebben in de gemeenteraad. Dus je zit hier als volksvertegenwoordiger en je wil het volk ook echt vertegenwoordigen. En dat is het mooie ervan, dat je het echt met elkaar doet. Wat vind je nou eigenlijk persoonlijk van dat hele proces? Het is echt een heel mooi proces, al zou het natuurlijk wel eens wat veranderd kunnen worden. Maar dat is ook weer moeilijk hoe je dat goed kan doen. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk dat je heel veel contact hebt met de inwoners. Dat je weet wat er speelt, dat je het ook echt voor de inwoners doet. Hey, maar anders kom je gewoon een keer kijken. Binnenkort hebben we weer gemeenteraad, dan kan je zien hoe het eraan toe gaat. Ja, lijkt me echt vet. Wanneer is het precies? 5 maart, om 7:30 is de eerste gemeenteraadsvergadering. Ja, laten we dat gewoon doen. Ik denk dat het wel vet is om naar een keer te gaan kijken. Ja, leuk, lijkt van harte welkom. Ja, hartstikke leuk.